De man achter hertog Jan, Gerard van den Broek, kon niet kiezen uit twee nieuwe bieren. Daarom heeft u dat voor hem gedaan. En met 60% van de stemmen is er één bier uitverkoren. We noemen het Hertog Jan Karakter. Ik vond deze toch ook wel lekker. Hertog Jan Karakter is uitverkoren en vanaf nu verkrijgbaar.